Barbeelvissen is een combinatie van fiederen en karperen. Daarmee is gezegd dat je zowel het materiaal van een fiedervisser als het materiaal van een karpervisser kunt gebruiken. Niet alleen het materiaal, maar ook de technieken, aas en voer. Pak je een fiederhengel, dan doe je daarin de zwaarste top. Dat is meestal 5 OZ. En bij een karperhengel is het belangrijk dat je een lichte penhengel hebt, zoals ze die noemen, tot 2,2 lb. 1,5 en 1,75 lb zijn de mooiste acties voor het vissen op barbeel. Nou, er zijn twee momenten waarop je kunt kiezen voor een feederhengel. Dat is als je wadend vist en je vist vanuit de hand. Dan heb je een hele gevoelige top en je voelt elk tikje wat het lood op de grond aangeeft, voel je in de handvat. En op harde winterdagen, waar het ontzettend koud is, kun je ook een licht of een heavy feeder inzetten, waarbij de top ook eerder een aanbeet aangeeft. Deze top die is gevoeliger, die beweegt veel makkelijker. Je krijgt een betere uitslag op de hengeltop. Ook dan voel je de aanbeet veel beter. Zoals je kunt zien bij de feederhengel is de top vrij soepel, beweegt vrij makkelijk. En bij een lichte karperhengel moet je er nogal wat moeite voor doen om te laten buigen. Zou je vissen op een grote rivier en je zet deze hengel in, dan krijg je niet alleen bij de stroming dat die iedere keer naar beneden getrokken wordt, maar door scheepvaart wordt je montage ook heel makkelijk uit de zone getrokken. En dan kom je uit de barbeelzone, kom je weer in de brasemzone. Met dit soort toppen, die blijven vaak staan, ook op grote rivieren, ook met harde wind. En met deze hengeltoppen is het dan mogelijk om gewoon je montage in de stroom na te laten liggen. Ik heb hier vorige week de pellets. Een minuut of 10 geleden heb ik hier water overheen gedaan. Dat wordt een vast goedje. Dat kan ik in de korf doen. Pers ik in de korf. En het is de bedoeling dat dit er bijna een uur in kan blijven zitten. Pers het er keihard in. Je krijgt nu op de bodem alleen een geurspoor en geen etenswaren. Het enige etenswaren wat ze tegenkomen is mijn aas wat iets verderop achter die korf ligt. Tijdens het vissen op barbeel maak ik altijd gebruik van een heir. Ik heb hier een heel mooi voorbeeld, een ontzettende grote haak, zodat ik heel makkelijk uit kan leggen hoe je zelf een heir maakt. Aan de achterkant van het haak met het oogje gaat je draad naar boven. En dan bepaal je de lengte van de heir. Als je met een pellet vist, dan zou ik de lengte van de heir ongeveer 2 centimeter maken. En vis je met kaars, dan de lengte van de heir 3 centimeter. Dan neem je het lange gedeelte van de haak of van de onderlijn en dan wikkel je ongeveer 8-9 keer over de haak. Je duwt hem aan. Je gaat over de wikkelingen 1 keer terug. En dan aan de achterkant van de haak doe je de lijn naar boven. Dan trek je hem aan en op deze manier heb je een no-knot heir gemaakt. Een vrij sterke knoop, waaruit geen knoop bij te pas komt. Heel makkelijk en simpel hoe dat je zelf een heir maakt. Een van de belangrijkste onderdelen van het barbeelvis is het gebruik van een schepnet. Liefst een gekoot schepnet. Barbeel is een karperachtige en die heeft de voorste rugvin, die scheurt heel makkelijk in. Als een vloeikje scheurt hij in en dan heeft hij heel veel mespuntjes, tandachtige mespuntjes in de eerste rugvin. Gebruik je een nylonnet, dan blijven die vinnen heel vaak in het net hangen. En het is heel belangrijk
om een gekoot schepnet te gebruiken tijdens het barbeelvissen. Ze zijn niet duur, met een 20 euro heb je al een heel prima schepnet. Ik heb hier de her achter een haak 8 zitten. Vandaag ga ik vissen met pellets. En die pellets die heb ik in olie zitten, gewone visolie. Ook met die visolie zit er knoflookschilfers in. Barbeel is ontzettend verzot op knoflook. En net als bij een auto vervang ik eenmaal per jaar de olie en de knoflook. Dus mijn aas zit het hele jaar door in de olie. De pellets zijn helemaal doordrenkt met olie. En waar olie zit, kan geen water komen. Dus dat houdt in dat in plaats van mijn pellet, die maar bijvoorbeeld 2 of 3 uur in het water kan liggen, kan die nou wel 5 tot 6 uur in het water liggen, voordat die helemaal geweekt is en dan mijn aas eventueel van de her afkomt. Bij het maken van een her bepaal ik van tevoren de lengte en bepaal ik ook met welk aas ik ga vissen. Mocht ik nou besluiten halverwege de dag om te schakelen van pellets naar bijvoorbeeld kaas, dan zou mijn her te kort zijn. Dan moet ik of een nieuwe onderlijn maken, maar ik kan ook door middel van de stoppers kan ik mijn her verlengen. Dus ik gebruik nu een kleine stopper voor achter de pellet van ongeveer 1 centimeter. Zou mijn her te lang zijn, dan kan ik door middel van een enkele wikkelingen om de haak, maak ik de her weer korter. En komt mijn aas korter achter de haak te liggen. Zou mijn her daarentegen te kort zijn, dan maak ik gebruik van een langere stopper en daardoor verleng ik de her. En hoef ik niet meteen de complete onderlijn te vervangen. Je ziet aan de overkant in het water een donkergroene strook liggen. En daarachter zie je waterwervelingen. Die waterwervelingen, dat duidt er dus op dat er onder het water iets gaande is op de bodem. Dat kan zijn een stenen, in dit geval is het groen. Achter dat groen krijg je die wervelingen, waardoor je ziet dat er een stroomnaad is. Hier vooraan loopt ook een stroomnaad en als je goed kijkt, dan zie je dat die sneller loopt. Maar veel belangrijker is, achter die stroomnaad zie je een zuurstofstrook. En in die zuurstofstrook bevindt zich de barbeel. Het is daarbij heel belangrijk om precies te weten waar je moet zijn. Dus het is niet in die wervelingen, maar het is boven op die zuurstofstrook. Gooi je er langs, dan heb je kans dat je alleen maar of brasem of kopvoren vangt. Dus het is heel belangrijk dat je je aas zo dicht mogelijk in dat zuurstofrijke gedeelte van het water, van de rivier, op de bodem krijgt. Ik vis vanaf deze kant, dus ik wil aan die kant moet ik ervoor zorgen dat mijn aas ligt in die zuurstoflaag. Ik gooi erbij ruim eroverheen, trek ik hem terug en ik laat hem zakken, precies in de zuurstofstrook. Dat ik de hengel nou in de hand hou, ben ik in staat om elk tikje meteen door te krijgen. Ik zorg erbij dat de top heel licht gespannen is, zodat de onderlijn ook strak achter het lood ligt. Het bijten van een barbeel, het verschil daarbij tussen een grote en een kleine rivier, is erbij wel verschillend. Op een rivier als de Waal, waar het heel hard stroomt en waar de wervelingen continu anders zijn, dan zal het aas altijd bewegen. De vissen daar, die hebben geen moment rust. Die kunnen dan ook niet nadenken op het moment dat ze een aas voorbij zien komen. Als dat voor hun eten is, dan is het gelijk pakken. Op een rivier zoals hier de Roer, waar je 1 constante stroming hebt en waar de wervelingen ook altijd op dezelfde plek liggen, er heeft de vis wel de tijd om het aas te inspecteren. En hier krijg je heel vaak in het begin korte tikjes.
Ze pakken het aas op en laten het weer meteen vallen. Ze voelen als het ware weerstand. En op het moment dat ze denken van het is onveilig, laten ze het liggen en zwemmen ze door. Een barbeel die is een hele schuwe, maar ook een hele domme vis. Zijn schuwheid ligt hem in het feit dat je eerst het vertrouwen van hem moet winnen door bijvoorbeeld een voerplek te maken en je laat die voerplek helemaal tot rust komen. Terwijl de domheid kun je weer afmeten op het moment dat je een vis gevangen hebt en je zet hem terug en je hebt het zicht, dan zie je hem als het ware zo terugzwemmen naar de voerplek en hij begint weer te eten. En er is een vrij grote kans dat je hem in de loop van de dag nog wel 1 of 2 keer vangt. Vaak is het zo dat je barbelen kunt zien zwemmen. Ze zwemmen meestal in scholen. En je kunt ze dan, als het ware, kun je al zien of dat ze wel of niet willen bijten. Zwemt een vis over de bodem en je ziet hem niet bewegen en die maakt verder geen bewegingen, kun je gerust doorlopen en zal je op dat moment geen zin hebben om te eten. Zie je daarentegen een schooltje barbelen en je ziet af en toe de witte buik, dat is een teken dat ze aan het dansen zijn, ik noem dat flanken. Ze ziet als het ware iedere keer de buik zie je oplichten, de witte buik. Dat is een teken dat ze aan het eten zijn. Ik loop nu op het harde gedeelte van de bodem. Ik zet erbij kleine passen, zodat je niet onverwachts diep wegzakt. Ik zit hier op een hard gedeelte, op een grindbed. En ik probeer nu zo dicht mogelijk bij die stroom na te komen. En ik kan op deze manier kan ik steeds een klein stukje draad geven en kan ik de hele bodem kan ik afvissen op zoek naar barbeel. En nogmaals, het is heel belangrijk om in de juiste strook te vissen. Niet elke wervelingenstrook is een barbeelstrook. Want zoals je ziet, creëer ik er nou zelf ook een door in het water te gaan staan. Ben ik een obstakel. Ik heb hier ook een werveling in het water, maar wel eentje zonder zuurstoflijn aan beide kanten. Terwijl de echte barbeellijn, die geeft een zuurstofstrook aan. Je moet erbij heel goed opletten op de stroming van het water. De barbeelzone is ook altijd dat gedeelte van het water wat het hardste stroomt. Dus daar waar het diepste is, zal het ook altijd het hardste stromen. En heb je een bochtige rivier, dan is de stroomnaad, oftewel het diepste gedeelte van de rivier, dat loopt van bocht naar bocht. Je kunt dat vergelijken met een parcours van een autoracer. Die pakt ook altijd de minste weerstand, de kortste weg. En die zal ook altijd bochten aansnijden. En dat doet water ook. En daar waar altijd een constante stroming staat, zal ook altijd de bodem weggeschuurd worden en zal het alleen maar dieper worden. Ook is bij het barbeelvissen de eerste 10 minuten zijn erg belangrijk. Krijg je in die eerste 10 minuten geen aanbeet, dan houdt dus in dat de barbelen op dat moment niet op die plek liggen. Ze zouden nog in de loop van de dag zouden ze kunnen arriveren. Maar die eerste 10 minuten zijn echt cruciaal. Voel je daarbij geen tikjes of krijg je geen fatsoenlijke aanbeet, liggen ze er niet en kun je 2 dingen doen. Je kunt of blijven zitten en wachten totdat ze arriveren.
Maar je kunt ook naar de volgende plek gaan. En ook bij die volgende plek geldt weer 10 minuten. Binnen die 10 minuten geen aanbeet, liggen ze er niet en vertrekken naar de volgende. Ik vis heel vaak met de hengel in de hand. Daardoor krijg je een bepaald gevoel. En daar voel je mee of dat je over een bodem gaat, of dat het zand is, of dat het grind is. Maar niet alleen dat, je kunt ook de onderscheid heel erg goed voelen van de soorten vis die je op dat moment bijten. Zou een voren bijten, krijg je hele korte, felle tikjes. Bij een kopvoren is het vaak één felle, harde aanbeet. En bij barbeel zijn de aanbeten net iets slomer als bij een gewone voren, de aanbeten. Dus in principe weet je al, voordat je de vis gezien hebt, voel je aan de soort van aanbeten wat je kunt verwachten op dat moment. Ja! Prachtige aanbeet. Enorme sterke vis. Je zoekt meteen de diepte op en de obstakels. Kijk, daar heb je hem al. We hebben geluk. Hij is vrij rustig. Het is een hoge kant, dat is af en toe moeilijk om te scheppen. Ja, is gelukt. Belangrijk is bij een barbeel dat je hem even na het vangen bij laat komen in het schepnet. Ongeveer een 20, 30 seconden, zodat hij bij kan komen, helemaal opnieuw op adem kan komen. Moet ik trouwens zelf ook. Nou, de onthakingsmat. Nou, die onthakingsmat is natuurlijk heel belangrijk, het gecoacht schepnet. Je ziet wel, een barbeel heeft geen oogleden. Dus zou hij nou met deze kant op het gras of in de steentjes liggen, dan krijgt hij beschadigingen, ontstekingen. En dan zal hij binnen de kortste keren blind worden. En dat is eeuwige zonde van zo'n prachtige vis. Mooi gehaakt. Je ziet dat een barbeel een onderstaande bek heeft. Hij beweegt zich dus zo voort over de bodem en kan zo eten. Lange, brede vinnen zijn duidelijk zichtbaar, waardoor hij makkelijk over de bodem kan blijven. Het water stroomt hier overheen en hij kan zich heel makkelijk staande houden op de grond. Hij hoeft alleen maar een klein beetje met zijn staart bij te sturen. Nou, een prachtige barbeel, mooie kleuren, ongeveer een 60 centimeter, prachtige sportvis. Ook nu weer, tijdens het terugzetten, hou ik hem een minuut in het net onder water, dat hij weer bij kan komen. Hij heeft nu ook weer een minuutje boven water geweest. Dus hou ik hem bij, dat hij helemaal bij komt. En als ik voel dat hij tegen het net aanstoot, kan ik hem loslaten. Nou, het is tijd om hem los te laten. En daar gaat hij weer.